Goedemorgen, u spreekt met Edwin Penning de Vries. Spreek met de afdeling sociale zaken. Spreek ik met de... welke afdeling spreek ik? Oh ja, daar heb ik het goed. U spreekt met Penning de Vries. Ik kom de 5e vrijdag naar het stadhuis. En dan wou ik graag vragen of mijn voorschot klaar lag. Dan ook. Die heb ik momenteel niet. Dan gewoon uit de kassa via die buis. Omdat ik geen geld heb al vanaf februari. Dat heb ik gedaan. Daar ben ik al maanden mee bezig. Dus dat ligt bij jullie klaar. Via de digitaal. En ik kom vrijdag met mijn advocaat. Dus jullie weten ervan. Maar ik kan niet blijven bedelen. Anders kom ik bij de burgemeester eten. Maar ja. Ja, en neemt u ook de persvoorlichter. Dat die ook klaar staat. Want ik kom niet alleen natuurlijk, hè. Advocaat is bekend dat ik kom, maar ik kom ook met powernet en heel de teringzooi. Want het is niet normaal, Nederlanders zo lang zonder geld laten zitten. En jullie weten ervan, dus zullen we eens kijken of die voorschot er morgen ligt. Anders ga ik niet weg. Het is geen bedreiging. Dan moet u maar even doorverbinden met de afdeling voorschotten. Of de, u geeft de, dan geeft u de. Dan geeft u de burgemeester maar dan geeft u uw baas maar even. Want we zijn het nu even helemaal zat. Nee hoor, het gaat zeker verkeerd. Dat het te lang duurt allemaal. Oké, wilt u weten wie ik gesproken heb? Mevrouw Stampad, mag ik die dan even? A. Stampad. Nee, die is er nooit. Dus als ik erom vraag, is ze er niet. Geeft u me dan maar mevrouw Rozen, weet ik veel. Ik heb hier honderden namen. Dan gaan we eens even kijken. Dan geeft u mevrouw Slagruim maar even. Dan geeft u Ed Braam maar even. Dan geeft u Dick Jensen maar even. Eén van die mensen wil ik hebben. Heeft u het niet? U heeft geen... Nou, kanker hoor.